Mijn tante Eva, die verdient dromen die zo mooi zijn dat ze eeuwig blijven duren. Volgens haar zijn alle mensen gevoelig. Ik denk toch dat sommigen er meer last van hebben dan anderen. Je kunt één goede raad maar geven, hè. Een paar kilo's minder. Dat zou wel een heel verschil maken. Onze Eva heeft geen problemen met haar gewicht, moeder. Behalve misschien degene die jij haar al jaren aanpraat. Jij hebt zelf gezegd dat je hoopt dat ze eindelijk eens aan de lief gaat geraken. Je lacht weer. Het zijn degenen die altijd lachen waar je het meeste zorgen om moet maken. Ik heb je nog nooit zo zien stralen. Ik ben een getrouwde vrouw van 44 jaar. Maar het gaat erom dat je ooit een keuze hebt gemaakt en dat je nu iets anders kunt kiezen. De kunst van het leven is volgens mij niet erop content te zijn met wat je hebt. Want dan kan het anders ooit beter worden. Jij moet stoppen met te doen alsof er nooit iets aan de hand is. Altijd alles onder de mat veegt voor die ellendige lieve vrede. Je mag de moed niet opgeven. We mogen in dit leven nooit de moed opgeven. Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug. Alles gaat over, ook verdriet.